Eindelijk, het is zover. 2 weken gewacht. Harde wind, maar toch gezwommen. Wel wind in de rug. Maar ook dat is op het IJsselmeer een behoorlijke klus, kan ik je zeggen. Het is niet boksen, maar het is wel vechten. De eerste 4 uur ging dat goed. Toen kwam toch een beetje de klat erin. In de techniek, wat Sander goed aangaf. En ook in de, ja, hoe moet ik het zeggen, de mentale toestand. Hè? Afzien dus. Je krijgt de golf mee, maar op een of andere manier trekt hij je toch ook weer even een stukje terug. Heb je wel eens het gevoel. Meer op de rust gezwommen. Ik had ook zo'n idee van, joh, als we heb ik 3 minuten op de 100 meter, dat maakt mij nu echt niet zoveel meer uit. Ik ben er gewoon. En dat laatste half uur, dat ging heel relaxed. Dat ging goed. Dus ja, ondertussen hebben we alweer 2 uur teruggevaren. En heb ik zoiets van, joh, we gaan het nog een keer doen. De bedoeling was hier met een heel peloton te komen. Van de fietsgroep. Uiteindelijk zijn het er een stuk of 7, 8, ik weet niet eens, 6, 7 geweest. Dat er überhaupt iemand staat is al hartstikke leuk. Hartstikke leuk. En dat Jekke dan staat. Dat is natuurlijk ook fantastisch. We trainen veel samen. De mensen die er zijn en de mensen die steunen. Echt onwijze dank, want dat helpt enorm. Dit filmpje is mede mogelijk gemaakt door Open Water Swimming Club. Trainingen, evenementen, zwemvakanties en webshop.